Zo spreekt de Heer. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ik wil vrede en geen oorlog. Als gij mij aandoet, zal ik u verhoren. En u terugvoeren uit de ballingschap. Laat gij ook maar verspreid zijn. We zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Beste broeders en zusters, goed om deze dag met u verbonden te zijn. Een aantal mensen, als het gelukt is, in ieder geval het heiligdom bij het hoefstel, de livestream, aan de praat te krijgen. Volgens een aantal mensen die ook in het hoefstel de heilige mis, misschien ook andere mensen die geabonneerd zijn op het kanaal van het heiligdom, ons die verhaalt en nood, sluiten zich aan bij de heilige mis. Mooi dat de techniek dat allemaal mogelijk maakt. Jammer natuurlijk dat we de techniek nodig hebben om alle mensen bij de mis kunnen hebben. Dat we maar 30 mensen op dit moment in de bedevaartgebouw kunnen hebben en ook in andere kerken. Terwijl de kerken natuurlijk zo groot zijn en zouden er best meer in kunnen. Maar omdat vandaag de livestream niet vanuit de bedevaartgebouw verzorgd kon worden, degene die dat doet, die moest in quarantaine. En ik had hier wel de gelegenheid toe. Is gisteren het idee ontstaan om het hier vandaan te doen. En mooi eigenlijk deze gelegenheid om dan zo nu samen met de eigen missie te vieren. Op afstand, maar u weet in de versie bestaan geen afstanden, er bestaat geen tijd. Laten we onszelf kleinmaken voor de aanwezigheid voor de Heer. Voor de Heer is het ons schenk in deze heilige missie. We zullen mooie lezingen horen. De evangelie zal het over talenten gaan. Die we van God gekregen hebben, wat we daarmee doen. En ik wil ook aandacht besteden aan de Werelddag. De Gebedsdag voor de Armen. De vierde Wereldgebedsdag voor de Armen. Die Paulus Franciscus 4 jaar geleden ingesteld heeft. Laten we ons eerst blij maken. Laten we onze schuld beleiden voor God. Op die manier ons hart te effenen. De baan te effenen dat Hij in ons hart. Ik ben voor de Almachtige God en voor uw allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom schenk ik de heilige Maria altijd na. Alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden, voor de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen. Onze zonde vergeven en ons verleiden tot het eeuwig leven. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eer aan God in het hoofd en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U. We zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, Hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer en de geboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons de wet. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijn de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige en almachtige God, de liefde waarmee Gij ons omringt, geef aan de blijde en toeverdaagde hun volle zin. Alles wat wij van de morgen tot de avond doen, nodig ons uit met veel vertrouwen naar U op te zien. Geef ons de kracht U trouw te dienen, zodat wij zonder vrees niks mogen betuigen, dat wij alles gehoord hebben wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God voor de eeuwen der eeuwen. Amen. Ja, dat is dus wat ik vanzelf genoemd. Ik ben hier alleen eigenlijk niet voor de Heilige Mis. Helaas geen lectoren van het Heiligdom die in de dienst. De eerste lezing is uit het boek des Spreuken. Een sterke vrouw, die zal haar vinden. Haar water gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar. En zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij is zorgvuldig wol en linnen. En haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen uit naar de spinrok. En ze houdt de weefstoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftigen en strekt haar arm uit naar de misdelen. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roept haar de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werk. Woord van de Heer, wij danken God. Antwoord Psalm van 28. Gelukkig die Godvrezend zijt. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heeren gaat. Hij zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult u zijn. Uw vrouw, dat binnen in uw huis, is als een rijk bedaarde wijnstok. En als gelijk dat een groente stam, zo staan uw zonen op uw tafel. Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. Gelukkig die Godvrezend zijt. U zegene de Heer uit Sion, mocht gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt. De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, het heeft zin u te schrijven over tijd en uur. Wij weten zelf en goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen er is vrede en veiligheid, juist dan overvalt en plotseling het verderf, zoals weer de zwangere vrouw. En ze zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, gij bent niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten we dan niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Blijf in mij, dan blijf ik in u, zegt de Heer. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Alleluia. Alleluia, alleluia. De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u Christus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Een man liep bij zijn vertrek naar de buiten zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Wie de 5 talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er 5 bij. Zo verdiende ook degene die er 2 gekregen had, er 2 bij.
maar die er één had gekregen, ging een vat in de grond graven en het geld van zijn heer verwerken. Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de 5 talenten gekregen had, kwam naar voren en bood nog 5 talenten aan met de woorden: Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd, zie hier, 5 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waard getrouwd, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw moeder. Nu trad die van de 2 talenten naar voren en zei: Heer, 2 talenten heb bij mij toevertrouwd, zie hier, 2 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar. Over weinig maat getrouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Ten slotte trad ook die van 1 talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens hebt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt, en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt gij uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten. Dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geef het aan wie de 10 talenten heeft. Omdat ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. En werkt die onnutte knecht buiten in de duisternis, daar zal geween zijn en tanden geknarst. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste, lieve mensen, broeders en zusters in Christus. Een stukje bij elkaar vandaan, maar toch met elkaar verbonden. Wat ik al zei, heel mooi dat het zo kan. Ja, best soms wel gek. In de Heilige Mis, dat lees je lezen aan het einde, zeg je dan: Zo spreekt de Heer. En we zeggen: Wij danken God. En als er de laatste woorden van de Evangelie gehoord, dan denk ik van: Nou, is dat echt God die zo spreekt? Moet hij dan om deze woorden? Dat klinkt nogal onrechtvaardig als je hoort. Wie heeft zal gegeven worden in overvloed. En wie niet heeft zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Dat klinkt niet echt als God eigenlijk. Dat klinkt niet zo onrechtvaardig. En toch denk ik, als we de lezing van vandaag, de andere lezing erbij, wat dieper bekijken, dan zitten toch hele mooie woorden in waar we zeker veel mee kunnen. Ten eerste kan je dan ontdekken dat je ziet dus dat de Heer, die de talenten geeft, zijn dienaars kent. Dat hij de bekwaamheden kent. Er staat bij, ieder wordt gegeven naar zijn bekwaamheid. De ene gaf hij dus 5, want hij wist, hij kent zijn dienaar, hij wist dat hij daarmee om kon gaan. De ander gaf hij 2. En dan de derde gaf hij 1, want hij wist ook dat die derde persoon, dat hij die hele talent waardig was, dat hij daarmee om kon gaan. Wij zien dus alleen dat ze op verschillende wijzen hiermee omgaan. De eerste 2 inderdaad, die gaan er voorvarend mee aan de slag, met wat er geschonken is. En die derde eigenlijk niet. Die derde schiet eigenlijk in de angst. En angst is een slechte raadgever. Hij gaat zijn talent verbergen, hij begraaft het, zodat hij zeker weet na een jaar dat het toch minimaal hetzelfde terug kan geven. En dat is ook zo natuurlijk, hij kan het alleen teruggeven, maar ook niks meer dan dat. Het is niet vruchtbaar geweest. Hij schiet in de angst en die angst blokkeert hem om met dat wat hem geschonken is, dat het hem is toevertrouwd, volledig is toevertrouwd, om daarmee aan de slag te gaan. En angst is wat anders dan voorzichtigheid. Voorzichtigheid is iets goeds. We moeten voorzichtig zijn, maar ook moedig. Het zijn al bij
deugd, kracht, voorzichtig zijn en ook moedig. Maar angst is het anders, want het blokkeert ons om dat te doen wat goed is. Aan onszelf dan zo in de evangelie vandaag de vraag, zijn we ons bewust van wat ons is toevertrouwd? Wat God ons heeft toevertrouwd? Welke talenten God ons geschonken heeft? Want in ieder van ons zijn dus ook talenten geschonken. Misschien als je zo naar buiten afziet, inderdaad in de ene vijf, en de andere twee, en de andere één, maar dat maakt niet uit. Want degene die je vijf had, die heeft een vijf bij verdiend, komt tot zijn volheid op die manier. Die je twee had, heeft er twee bij verdiend, komt tot zijn volheid. En als je er één hebt en je laat er één bij groeien, kom je op die manier ook tot je volheid. Gaan wij inderdaad weer talenten dat we met ons geschonken aan de slag? Of ja, leven we toch wat in angst? Komen we niet helemaal als mensen tot ons recht? Kunnen we niet eigenlijk dat wat ons is toevertrouwd, ja, vrucht laten dragen? Dat is eigenlijk heel sneu als dat zo is. En dat kan in ieder van ons gebeuren, denk ik. Ik denk dat we allemaal wel momenten van angst kennen, of misschien hebben gehad. Waardoor je eigenlijk niet tot, ja, eigenlijk niet jezelf bent. Je kan jezelf niet helemaal laten gaan. Je leeft niet helemaal zoals je zelf bent eigenlijk. En je komt niet op ontplooiing. En dat is heel jammer. Want God heeft soms zo dus niet bedoeld, zoals we vandaag in de wet gegeven zijn, ook bedoeld om tot ontplooiing te komen, tot ontmoeting te komen. Dus dat doen we net hier. Die zusters hier in huis zo mooi. En meneer gezet, want hier zijn drie zusters. Mijn blauwe zusters, dan maar andere zusters. Maar zoals bloemen tot een mooi tot bloei kunnen komen, zullen God ook de pijn tot bloei komen. En wanneer, wat kunnen we nu dan doen wanneer wij inderdaad soms in de macht schieten, of misschien soms ook een, ja, als minderwaardigheidscomplex hebben, toch niet tot een mooi te komen? En het kan bij ieder van ons zo zijn. Het kan, vaak heeft het te maken natuurlijk met dingen die we hebben meegemaakt in het verleden, misschien bepaalde dingen in de jeugd, die ons sterk geraakt hebben, misschien zelf al een trauma hebben gegeven, waardoor we niet echt als mens tot ons recht komen. En wat is dan de weg om hieruit te komen? Om toch gewoon echt inderdaad tot de bloei te komen. Nou, ik ben natuurlijk geen dokter, maar en natuurlijk de psychotherapie, de psychologie kan hier ook veel in doen, maar ik geloof wel. Als christen, als gelovige christen, als priester, dat het gebed ons hier ook in verder kan halen. Van de week heb ik een hele mooie video gezien van een neuroloog uit, Italië. Ik heb die video dan dat mijn Italiaans had proberen te verbeteren. En die was heel interessant, die video. Dat de lerares ons toegestuurd. Die ging dus inderdaad over wat het gebed doet bij een mens, maar echt fysiek doet. Het is dus meetbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, wat het gebed van mensen, gelovige mensen, hoe het werkt ook in de neuronen, in de hersenen. En dan was het dus inderdaad aantoonbaar om te zien dat het verandert, dat het effect heeft. En dat is denk ik ook onze eigen ervaring, wanneer we binnenkomen tot rust. Wanneer we binnenkomen tot rust, komen we tot onszelf, we geven ons over aan God, en we komen door het gebed tot vertrouwen. Vertrouwen dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. Vertrouwen dat we niet alleen zijn. Zeker in deze tijd natuurlijk, dat er ook veel eenzaamheid is, dat we veel van elkaar afgesloten zijn. Vertrouwen dat God er is. Dat God er is die ons helpt. Dat God ons tot de bloei wil laten komen. Dat we niet zelf hoeven te laten doen. En Hij ons helpt om het te denken dat Hij ons helpt. Hij heeft ons toevertrouwd om dat inderdaad vruchtbaar te laten worden. Gisteren heb ik even een kerk in het geval. Ja, er zijn natuurlijk heel veel kerken hier in Rome en mooie kerken. En toen kreeg ik een klein stukje mee van de preek. En de priester die dan goed uitgezocht had, hoe de exegese had gedaan voor de voorbereiding voor de preek, die zei van ja, het talent als het omrekent is dat heel veel geld. Is het wel zo'n beetje 30 jaar werk. Ja, werk is eigenlijk precies het, ja, zeg maar, een aantal jaren voordat Jezus zijn publieke leven inging, voordat hij verkondigde, ook zo'n beetje in die tijd een aantal jaren dat iemand werkt in dat leven. En
één talent dat ons is toevertrouwd, kunnen we dus eigenlijk ook God inzien, Jezus inzien, die zich volledig aan ons geeft. Die zich aan ons geeft om ons terug te laten. En die genade, hoeven wij die genade niet, dan mogen wij, ja, dat stroomt eigenlijk ons hart in wanneer wij gaan bidden. Laten we dat dus vooral doen. En ik wil vandaag ook op deze dag, ik zei het al even, ook een aansluiting maken bij de Wereldgebedsdag van voor de armen. De paus, dus paus Franciscus, 4 jaar geleden ingesteld, de 4e Wereldgebedsdag. En dat is iets heel moois. Zelf, nu ik zo in Rome ben, daar ben ik al veel aan het studeren, ik heb altijd op een kamer, en enkele keer naar de universiteit, ik moet zoveel, want het gaat ook op afstand. Veel. De Italiaanse les gaat ook op afstand, allemaal online. Dus ik probeer af en toe even uit te gaan, maar ik heb wacht dat iemand om even een rondje te lopen, de Rozenkrans te winnen, even naar buiten te gaan. En dan, ja, als ik niet zo gewend ben in Eindhoven, maak je dat niet zo mee. Als het dan zit anders natuurlijk, is dat niet veel, ja, allemaal op straat zijn. En wat de paus aangeeft in de brief voor de Wereldgebedsdag aan de armen, is dat armen ons uitdagen. En dat is zo. Armen dagen ons uit. Wanneer wij de armen ontmoeten, dan voelen we altijd iets in ons hart via wat moet ik nu doen? Kan ik niet helpen? Of is het niet goed om het te helpen? Of gaat het niet verkeerd om te doen? Het daagt ons altijd uit. En zo is het voor mij ook eigenlijk een heel belangrijke ervaring, zo hier in deze tijd. Maar als je elke dag een beetje hetzelfde rondje loopt, begint eigenlijk de armen die zo in het centrum van de Rome waar je zit, een beetje te kennen. Het zijn toch wel steeds dezelfde. Het is dus inderdaad wel een kenbaar aantal. En, nou ja, ik probeer soms iets te helpen, te kijken wat kan. En ook voor geen vrouw is er. Ja, kan je echt niet helpen. Ik zie niet. Ja, is verslaafd, alcoholverslaafd. Zo loopt het hier in de wijk steeds. Het sporten staat er zo met een papier in de hand. En ziet er heel bijzonder uit, laat ik zo maar zeggen. En ze zich ja, eigenlijk een beetje als een babypop bijna aangekleed heeft. En ze zullen zeker heel veel ja, wonderen in zitten van het verleden. Blijft erg sterk op een bepaalde plek hangen. Ik zie dat al een oude huis. Ik weet niet precies waarom ze daar waar het is. Ik probeer alles wat te benadrukken, dan ja, loopt ze fout. Dan loopt ze nog weg en ze bang voor. Ja, het is een arme dagelijks uit te zijn. Ik weet niet hoe haar kan helpen. Dus ik kan vanuit binnen, denk ik, het meeste wat ik van haar kan doen. En dus de paus zegt van ja, sta open voor de armen. Het is belangrijk, niet alleen gebed is belangrijk, maar ook echt fysiek helpen. De armen proberen fysiek te helpen, of met wat geld, of met misschien een broodje, of op een andere wijze. Of om, en ook natuurlijk door het gebed, maar die God dus ook voor de armen. Dus eigenlijk, en wat doen we? Want wanneer we de armen helpen, dan ontmoeten we Jezus. Dan treden we uit ons egoïsme en ontmoeten we Jezus. We staan open voor de ander, ontmoeten we de ander met de hoofdletter, de Heer zelf. Dan kan Hij in ons hart komen. En dan kan dus de liefde die in ons hart is, kan vloeien. En dat is eigenlijk ook mooi. Om het evangelie op die manier op afronden, op die manier te zien. Om die manier te zien aan wie heeft, zal gegeven worden in overvloed. En wie niet heeft, zal aangenomen of afgenomen worden om wat hij heeft. Aan wie lief heeft. Aan wie lief heeft, zal gegeven worden en wel in overvloed. En wie niet lief heeft, wordt zelf afgenomen om mogelijkheid om te doen. Dan is dus belangrijk leven altijd de weg open. Om terug te gaan naar de Heer. Amen. Laten we gezamenlijk staande ons geloof bereiken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus onze Heer, de gevangenis van de Heilige Geest, geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,
Vandaag zal ik komen voor de leven in de handen. Ik geloof in de Heilige Tweezijde, de Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heilige, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. En hebben we dan met veel vertrouwen onze gebeden voor aan God. Dat we bidden voor de paus, bisschoppen, kardinalen die over twee weken kardinaal zullen worden gecreëerd, voor de curie hier aanwezig in Rome, dat ze waarlijk door de Heilige Geest geleid de kerk al verleiden. Laat ons hier onze God bidden voor ons. Laten we weer voor de regeringsleiders in deze moeilijke tijd van het coronavirus dat over de hele wereld heerst, dat ze echt met wijsheid het land over de landen die hun zijn toevertrouwd mogen leiden, dat ze oog mogen hebben voor de mensen in nood, voor de armen. Hun land ons toevertrouwd aan deze moeilijke periode doorheen mogen leiden. Laat ons binnen. Laten we ons ook verenigen met de jongeren die op dit moment, op het eiland van onze grote nood, verenigd zijn in een waak voor het leven, die we de afgelopen nacht gewaakt hebben voor het leven, om te bidden dat er toch wetten binnen de landen mogen komen die echt het leven beschermen. Van het allereerste begin, de conceptie, tot het allerlaatste moment, natuurlijk bedankt. Dat de regeringen die wetten nog weer. De waardigheid, naar de waardigheid van het leven mogen invullen. Daar kan ons gebeuren. Dat we weer voor alle mensen die ziek zijn, en door bijzondere honger pastoralisten, want ik hoorde dat hij in het ziekenhuis is vanwege corona, dat de Heer bijzonder bij mag staan, dat hij mag genezen naar Gods wil, daarvoor weer. En voor ook voor andere mensen die ziek zijn, door corona of andere ziekten. Daar kan ons gebeuren, met onze God, en we willen nu voor ons. Ik bid ook voor de overledenen, ik bid bijzonder ook aan de overledene mevrouw Wijnke, die afgelopen weken mee is begraven, zeer betrokken op het heiligdom, vele jaren daar gewoond. Als vrouw van de koster, veel voor heiligdom heeft gedaan, en ik bid dat ze bij God mag zijn, de liefde bij God, en ook voor andere mensen die recent zijn overleden. Laat ons bidden, dat onze God, wij willen u vervullen. En weer een moment in stilte voor andere intenties die ons bezig houden. Goede God, we horen onze gebeden. Dat vragen wij u door Christus onze aan. En dat is bijzonder ook voor de armen bidden, dat ze inderdaad echt mensen in de omgeving mogen hebben die erbij kunnen staan om hen te helpen in die moeilijke omstandigheden. Zegt God, ik heb een ander leven dat de milde hand gekregen wordt ontvangen en u draagt door de vrucht van de aarde, het werk van ons handen. Maak het voor ons God, het dood van eeuwig leven. Gezegend zegt God, we gaan de wereld.
Weet broeders en zusters dat mijn offer aanvaard kan worden door God het almachtige vervangen. Ook de Heer voor vrede van de aanneming, voor van zijn naam tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. De Heer zijn met u en met uw vrede. Verheft uw hart, we zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij danken als om Jezus Christus, onze Heer. Die eenmaal door de dood is heen gevaren, ons daadwerkelijk opgeleverd volbracht. Die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn, uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd, de grote daden God bewonderen wij overal. Dat gij ons naar de duisternis geroepen hebt om u te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten en landen die staan voor uw troon, loven en eer bij u en zingen u toe vol vreugde. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Dei Succedi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, Heer, wij zijn werkelijk de heilige. De hele schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt u alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij wezen u voorheen te brengen van alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west, door een zuivere of een vader. Wilde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze dagen dan ook hier gebracht om zijn u toe te wijden en alle overmoed te vragen voor u ze te heiligen en door uw geest. En ze lichaam aan uw toe te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, is dan hij brood. En sprak erover en dankte werd om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood vast aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, bij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Van al wij ook naar de maaltijd de breken, sprak hij zich door uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf in u om mij te vinden. Verbonden gelijk mysterie van het verbod. Heer Jezus, wij verbonden voor uw dood, wij beleiden dat gij leven leert, dat gij verrezen zijt.
Daarom, Heer, denken we het heilzaam lijden en sterven van uw zoon. Zijn woord voor het bereidenis is de verheffing aan uw rechterkant. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst. We bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. We vragen u, Heer, door u dan neer op het offer van uw kerk en willen uw zoon herkennen. Door iets dood hij ons met u verzoeken. Geef dat wij mogen worden verkrikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest door met ons in Christus zal zien worden, tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u, zullen wij het deel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef uit Bruidegom, samen met alle apostelen en martelaren, met alle die u eerlijk werd zij in de dag voor ons ging. Om de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toe te nemen door dit offer van uw zoon, dat ons in handen is gegeven, dat wij met u worden gediend. Maak uw kerk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en de bisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkheid, en het hele geloof gevoerd dat gij u hebt verworven. Wij vragen u wel binnen te staan, binnen over de wensen van deze gemeenschap die nu bij u is, door aan vrij de vader zijn. Goede God, brengen de machtigheid alle kinderen van overal bij de heen. Laat onze overleden broeders en zusters, je laat allen die u niet waren, die u van hier zijn heen, laat genade binnen in uw rij. Ook wij zelf over de eens te mogen zijn, om het samen God te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, en het vindt bij alles wat goed is aan deze wereld. En wanneer hem zal uw naam verprezen, zij Heer, ons God almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden onze dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons. Verlos ons weer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw machtigheid, vrij mogen zijn van zonde. En bewijs tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien en zaken vervullen van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Dus het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. In deze Christus tijd aan de apostelen zegt wij u aan wie mij vrede geeft. Let u op onze zonde door het geloof van uw kerk, door uw lof te geven in uw naam en maak ons een. Hij bedenkt in de eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u en met uw geest. Heb elkaar bij de laatste in de coronasituatie. Zeiding van vrede. Lam van zegening, de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam van zegening, de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam van zegening, de zonde der wereld, geef ons toe. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren, zie het land Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
uiteindelijk gezegd dat je nooit het gebed vergeet te doen in de Heer. Heer, zal ons opnemen in de Heer, dat ik niet in de verlegenheid om een visite te ontvangen, maar geef dat deze geestelijke communie mij toch de vruchten mag geven. Ons wil zijn die daar nog op doen. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven en toevlucht te zoeken bij God in. Laat ons bidden. Heer, wij hebben uw heilige gave ontvangen. Nederig vragen we u over deze gedachteninspiring van uw Zoon, in gehoorzaamheid aan zijn opdracht, de liefde in ons versterken door Christus onze Heer. Amen. Nou, nogmaals, mooi dat we zo samen de heilige mis hebben kunnen vieren. Ik weet niet hoe het nu precies loopt bij u stond, want als u wel mee heeft kunnen kijken, mee heeft kunnen bidden in de heilige mis, dan zal als het goed is nu Pater Wijers naar de toe komen naar de Wekenpachtkanaal, dan kan om de heilige communie uit te reiken. Pater Wijers is meestal al vrij snel met de mis, dus die misschien wel snel al geweest is, dat weet ik niet. Gaat wat anders dan anders, maar we proberen ons best te doen om toch de mogelijkheid te bieden. Om in ieder geval de zondagseilige mis, maar door de week is het eigenlijk ook gewoon mogelijk voor de mis gevierd. Voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden, wat voorbij zit. Een hele hartelijke groet dus vanuit Rome. Ik hoop zo net voor kerstmis weer terug te komen, zo 18 en 19 december. Ben ik van plan terug te komen. Ik vraag van mij ook dat mijn studie goed mag gaan, dat goed. Geen mag zijn voor de studie bij de PET in Nederland en het horen van gaan. Ik zal ook voor u blijven bidden, voor alle mensen die betrokken zijn bij het heiligdom, maar ook voor andere mensen die vandaag met ons verbonden zijn. Ook in deze toch wel moeilijke tijd.
De immunisatie is nu dat het toch nog steeds weer ernstig wordt eigenlijk, steeds meer regio's die rood gaan eigenlijk. Hier in Europa gelukkig nog niet, het is nog veel. Overdag zijn de dingen nog open, de winkels, de groepjes en restaurantjes, dat geeft nog wat meer leven hier. S'avonds is het wel gesloten, maar je ziet dat het nog steeds wat erger wordt. Je ziet dus ook dat de ziekenhuizen hier weer vol raken. En dat is zelfs moeilijk te zien natuurlijk als mensen niet die zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. Laten we vooral bidden voor deze mensen, voor de zorg en alle mensen die hierbij betrokken zijn. Het is hartstikke goed. God zegen en laten we daarna nog wezen goed bidden. Ja, ik zag net, als ik hier een beetje doorkwamen, minister Kosters, dat ik de kaars ben vergeten aan te stellen. Want ik zit hier verder brandalarm, maar de kaars een rust aan kunnen steken. Maar ja, zie je toch dat niet alleen kan, hè. De Heer zij met u en met u geest. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Gaat u alle heen in vrede. Wij danken God. Wees er goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Hij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van ons dood. Amen. Hartelijke groeten.